Ouderwets en gezellig, dat waren de meest voorkomende begrippen in het Sinterklaasjournaal van vandaag. Er werd door ouders, burgemeesters, onderwijzers en misschien zelfs ook wel door enkele kinderen uitgekeken naar deze eerste aflevering van het seizoen. Want zou het Sinterklaasjournaal nou eindelijk duidelijkheid verschaffen over een van de grootste discussiepunten van de afgelopen jaren? De kleur van de piet. Komen er ook pieten naar Nederland? Hoezo? Nou, sommige mensen vinden ze maar ouderwets. Daarom neem ik ze juist mee. Ah, dus de huispiet, de wellespiet, de luisterpiet en al die andere pieten die we kennen zijn er gewoon weer bij dit jaar. Ja, dan wordt het weer ouderwets gezellig in Nederland. Dat is al honderden jaren zo geweest en dat zal altijd wel zo blijven. Pietje, paniek! Wat is dat voor lawaai, man? Ja, ik moet naar de wc, maar de deur zit op slot. Ja, natuurlijk, daar zit er iemand anders op. Dan moet hij eraf. Je weet toch wat Sinterklaas heeft gezegd? We houden het dit jaar gezellig. Als het gezellig is, is er nooit reden, Tom. Paniek! Goed, we houden het dit jaar gezellig. Gezellig was het in ieder geval niet de afgelopen maanden als het ging over het debat over Zwarte Piet Philemon Wesseling. Van alles, maar ook huisvader. Ja. Ja, twee kinderen. Ja. Hoe oud zijn die kinderen? 2 en 4, ja. Beide zeer gelovig, denk ik, of niet? Ja, die geloven heel erg, ja. Ja, en waar geloven die in? In een witte Sinterklaas met een baard, een witte schimmel en allemaal zwarte pietjes? Nou, die hebben eigenlijk geen idee waar ze in geloven. Ja, ze weten wel dat er een soort Sinterklaas komt en dat er dan wat mannen omheen lopen. Maar ze gaan alle twee naar een klein crèche bij ons in de buurt. En ik kwam er dus eigenlijk afgelopen Sinterklaas achter. Dat die kinderen daar al jarenlang met gekleurde pieten opgezadeld worden. Opgezadeld? Ja, ik denk, wat is er met die kinderen? Maar die hebben dus al heel lang gekleurde pieten. Dat weet ik van de eigenaresse van de crèche. Dus ik vroeg dat aan mijn kinderen. Welke kleur hebben die pieten eigenlijk bij jullie allemaal zo? Nou, die hadden dus eigenlijk helemaal geen idee. Die zeiden van, ja, dat zijn gewoon pieten. Hoezo, welke kleur hebben ze? En die hebben met ontzettend veel plezier hebben ze dat Sinterklaasfeest gevierd. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik de eerste keer dat ik dat hoorde, dat ik dacht van, wat is dat voor onzin, gekleurde pieten? Het kwam bij mij toch een beetje aanstellerig over. En het komt omdat een van de crash-eigenaren, dat is een donkere man. Ja. Dus ik ging naar die man toe. En ik vroeg, ja, wat is dat met die gekleurde pieten? Hij zei, ja, ik voel me gewoon, wat de historie ook is, en ik wil ook niet meedoen aan die fundamentele discussie, zei hij, maar ik wil gewoon ook gezellig Sinterklaas vieren met mijn crèchekinderen. En ik voel me heel ongemakkelijk bij die Zwarte Pieten. En toen dacht ik ook, ja, dat is wel een goede manier om die discussie te voeren, om het ook zo klein te houden, voordat je het zo heel fundamenteel maakt, waardoor ja, het een hele lastige discussie wordt. Verander de Piet en begin bij jezelf eigenlijk. Ja. Ja, nou, eigenlijk wel, ja. Ja, want als ik denk, ja, die meneer voelt zich rottig. Kinderen maakt gereed uit. Wat maakt mij het dan uiteindelijk nog uit? Ja. Ja. Er zijn kennelijk geen ouders geweest daar op de crèche die hun kinderen van de crèche hebben gehaald. Het is ook niet zo dat leerlingen die al langer op de crèche zaten later leerachterstanden hebben gekregen. Nee. Het kan dus allemaal. Nee, mijn kinderen hebben eerder een soort party burn-out. Want vandaag begon dus het Sinterklaasjournaal. Maar het was eigenlijk gewoon, ja, dat weet jij misschien niet, maar het was in Maarten. Ja. Het is ook een groot feest. Ja, allemaal gekleurde lichtjes. Hoezo weet ik dat niet? Oh ja, dat, ja. Geen toen ik geen kinderen had, heb ik nooit Sint Maarten gevierd. Oh, ja, maar nou, jij hebt het met een lantaarntje langs de deur. Ik heb al die wurmen vanavond wel buiten zien lopen met zo'n lampje. Hebben jullie ook met een lampje ongelopen? Niemand. Niet gelopen, maar ik heb ze wel aan de deur gehad. Ja. Ja. Wel, en daar doet zich ook meteen hele interessante verschijnselen voor. En dat is eigenlijk waar we nu ook over praten. Dat Sint Maarten, dan blijkt dat mythen en legenden heel gevoelig zijn voor veranderingen. En dat het ook heel makkelijk kan. Een van mijn kleindochters meldde zich net aan bij de deur bij ons en was gekleed in de Sint Maarten met lampions en Maarten. Maar ze had een Halloween-masker op en een dode skelet bij zich. Voor haar geen enkel probleem. Ze mixte die dingen en dacht dat ze ook meer zou binnenhalen. Ja, dat was er ook gelukt. Ja? Dus ik bedoel, dat gaat heel makkelijk. En daar moet je op insnijden. Ja, uiteindelijk gaat het om het snoep. Nou, uiteindelijk. Tanja, jij zit hier ook aan tafel. Je bent actrice, maar je bent ook initiator van wat heet de Zwarte Piet Makeover. Wat was voor jou die? Ja, goed, mede-initiator. Wat was voor jou de reden om... heb je naar het Zwarte Pietersjournaal gekeken? Het Sinterklaasjournaal gekeken? Het Zwarte Pietersjournaal. Ja, nee, ik heb gekeken, ja. En? Ja. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen dat het me ook enigszins verbaast dat nu blijkbaar het Sinterklaasjournaal de autoriteit is geworden die gaat bepalen hoe Piet eruit gaat zien. Wanneer is dat gebeurd? Dus op een of andere manier vind ik dat een beetje alleen al op de nationale zender. Het is dé Sinterklaas die daar spreekt. Het zijn ja, maar je hebt dus Zwarte Pieten die je daar ziet. En daar worden ook keuzes gemaakt. Weet je? Ja. Dus ik heb zoiets van, ja, daar zijn allerlei dingen nu in beweging en gesprekken over gaande. Dus dat vind ik op zich al wonderlijk. En wat ik een beetje storend vind, is dat er
naar mijn idee een klein beetje gestookt wordt. Want je krijgt eerst een promo waarin geroepen wordt van ja, er komt een regenboog aan. Dus alle pro-pieters zitten van yes en alle anti-pieters zitten van wel verdorie. Ja. En nu heb je de eerste aflevering en dan wordt er weer gezegd ja, het is al 100 jaar zo en het moet gezellig ouderwets zijn. Alsof iets wat niet ouderwets is dus niet gezellig is. Dus alle anti-pieters, die worden weer helemaal woest en emotioneel. En alle pro-pieters zitten nu misschien wel vuurwerk af te steken. Dus ik denk, ja, je werkt de polarisatie eigenlijk nog meer in de hand. Dat vind ik een beetje link. Ja. Ik vind ook dat het Sinterklaasjournaal in die zin eigenlijk volgend zou moeten zijn. Zoals aan alle vele pers... Mark Gilling, u bent van de Pietergilde, hè? Ja, dat klopt. U heeft zelf overigens wel... U bent een typische Sinterklaas, toch? Ja, dat klopt. Daar ben ik ook. Een grote man. Ja. Nooit Zwarte Piet geweest, vermoedelijk. Ook dat, vanaf mijn 8e jaar. Oké, op uw 8e jaar, toen u zelf... Ben ik begonnen. Ja. En toen nog echt een zwarte Piet. Ja. Zwart. Ja. Ik denk, paars. Hoe is het nu bij het Pietergilde? Is dit nu een beetje een hoeraadje toch? Hebben jullie vanavond met z'n allen naar het Sinterklaas? Ja, ik heb gekeken. Eigenlijk ook omdat ik hier zou zitten. En dan moet ik kijken. Moet je toch goed voorbereid zijn? Moet ik zeggen. Nee, ik volg het eigenlijk nooit. Nee. Maar wat ik verwacht had, is ook gebeurd. Dat er dus inderdaad gewoon de hoofdpersonen zwart zijn. En dat we op dit moment nog helemaal niet zien van andere gekleurde pieten of wat dan ook. En ik denk dat dat wel nog gaat komen. Overigens. Nou, dat denk ik ook soms, hoor. Ja, wacht even. Patrick Peeskamp, u heeft nog een pietendemonstratie georganiseerd op 25 oktober, als ja, ik dat klopt. Goed herinner. Toen ja, dat hebben we ook gedaan ook in Den Haag. Ja, dan ging dat goed toen? Ja, dat ging goed. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, want ik stond eigenlijk wel helemaal verbaasd te kijken in Den Haag. We hebben natuurlijk veel te maken met verschillende nationaliteiten daar. En dat er gewoon heel veel donkere mensen zijn die gewoon bij ons zijn geweest en hun handtekening hebben gezet. En dat die mensen zeggen van, want je gaat natuurlijk een praatje maken met die mensen. En dat die mensen zeggen van, ja, ik voel me eigenlijk door mijn eigen volk gediscrimineerd. Dat ze er zo mee omgaan. Juist. Dus u had wel het gevoel van, ik zit op de goede weg. Ik wel. Ja, en nog steeds. Even kijken naar de Telegraaf. Die bij uitzondering ons vandaag, althans dat deed de hoofdredacteur, alvast het is niet de hele cover zoals je hem nu ziet. Maar dit is de voorpagina van de Telegraaf. Ophouden met deze flauwekul, schijnheilig Zwarte Piet blijft zwart. In overigens al wel weer die heerlijke chocoladeletters. Die blijven gelukkig ook bij de... witte chocolade. Ja. Dat al wel. Dit is de Telegraaf van morgen, dat u dat vast weet. Althans, de voorpagina. Het zijn duidelijke letters. Ja, zijn maar goed, letters. Ik ben het er niet mee eens. U bent het er niet mee eens? Nee, want ik denk inderdaad niet dat... er wordt een voorzet gegeven. Hè. Er wordt al gevraagd van, heb je wel genoeg Zwarte Pieten? We weten dat het schoolpakket zo is samengesteld dat er straks blijkt dat er niet genoeg Pieten zijn. En dat er hulp moet komen van leerkrachten. Hulppieten. Ja. En dat zal me niks verbazen als dan via achterdeurtjes en zijdelings allerlei figuren worden geïntroduceerd die via je ook al even komen helpen. Ja, ja bijrolletjes, laten we het zo noemen. Ja, maar waarom gaat het zo ver? Dat is de volgende vraag. Waarom? Weet ik nog steeds niet. Er is niemand die erom vraagt. Die waarom vraagt? Over gekleurde Piet. Nou, er zijn wel mensen die er wel vragen. Nou, in ieder geval niet de tegenstanders van Zwarte Piet, laat ik het zo zeggen. Ja. Hè? Want die vinden dit een non-oplossing. Dat hebben ze ook aangegeven. Ja. Maar wie zijn ze? Hè? Want, mensen als Quincy Gario. Jawel, maar die vertegenwoordigen natuurlijk niet alles en iedereen. Nee, klopt. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen en zoveel meningen. En ik denk, en wat wij gemerkt hebben toen wij die actie Piet Makeover starten. Ja. En daarom hebben we ook voor gekozen om niet een montage te maken, maar iedereen... voor zichzelf te laten spreken. Omdat de meningen daarover heel erg verdeeld zijn. Maar, de een zegt, er moet een zwarte Sinterklaas komen en een witte Piet. En de ander die zegt, ik wil kleuren Piet. Ja. En de ander zegt, maar waarom, een roet Piet. Maar jongens, mag het even om het helder te maken. Ja. Waar is het ooit door ontstaan? Althans, de discussie hebben we het nu even over. De discussie is ooit ontstaan omdat er mensen zijn die hebben gezegd... Ja. Het is misschien niet racistisch bedoeld, maar het wordt wel racistisch gevoeld. Ja, dat kan. Omdat er gerefereerd wordt aan een slavernijverleden of koloniale tijd. En misschien niet zozeer door de mensen die het doen, als wel door andere mensen die zwarte mensen uitschelden voor Zwarte Piet. En allerlei andere flauwe grappen maken. Omdat zwarte mensen zich op het moment dat Sinterklaas en Zwarte Piet het feest er is, zich zeker op die momenten gediscrimineerd voelen. En nog een belangrijk onderdeel is ook natuurlijk de stereotypering van de karikatuur die een beetje neergezet wordt door Zwarte Piet. Van zwarte mensen met donkere huidskleur. Daar graag op inhaken. Nee, dat snap ik dat je niet mee eens bent. Maar ik wilde wel even dat nog aanduiden als ook een van de argumenten. Maar waarom wordt dat nu in één keer aangehaald? Dat is niet in één keer. In die tijd zijn er kleine groepjes geweest die tegen Zwarte Piet waren. Dan komt er een mevrouw uit de VN. En wat er dan gebeurt. Dan komt er een mevrouw uit de VN.
Die heeft zich niet verdiept in onze traditie. En die komt hier even vertellen dat wij als Nederlands allemaal racisten zijn. Ja, volgens mij is dat zo niet gegaan. En ik snap die emotie wel, hoor, die nu bij jou naar boven komt. Maar ik zou wel nog heel graag op die typeringen mogen inhaken. Want de negatieve stereotyperingen, waarvoor nu ook een hoger beroep is ingesteld door ons, samen met Amsterdam. Morgen, hè? Dat is morgen de uitslag van. Dat zijn vreemd genoeg 5 stereotyperingen, waarvan 80% van de Nederlandse Zwarte Piet-vertolkers in het land al lang niet meer voldoet aan de criteria. Ik heb het net op het Sinterklaasjournaal nog gezien, moet ik eerlijk zeggen, want ze waren allemaal niet bijster slim, want ze gingen gaatjes boren in de boot. En ze hadden nog steeds rode lippen en krulhaar. Wat gebeurt er nou in dat... Want jullie nemen dat als evangelische waarheid. Er wordt een verhaallijn opgezet. Heel duidelijk. En Sinterklaas wordt nu neergezet als een nostalgische retro-Klaas die debiliserend verwijst naar het verleden, gezellig, ouderwets. Ja. En die Pieten zijn nog ouder. Het is heel duidelijk wat er gaat gebeuren. Je voelt dat al hangen. Gewoon, die Pieten die worden steeds... En Sinterklaas wordt geconfronteerd met de moderne wereld. Want hij gaat nou op reis. Die ontdekt hier dat een debat is. En die denkt, jongen, wat gebeurt er? Die Pieten nemen het initiatief. En dan komt het in de lijn wat er altijd met mythe en legende gebeurt. Elke samenleving heeft mythe en legende nodig. Die heb je nodig als troost. Die heb je nodig als droom. Die heb je nodig als houvast. Daar hang je maatschappelijke discussies aan op. Daar is... Sprookjes zijn daarvoor. Sprookjes zijn een heel goed voorbeeld. Heel kort, want dan begrijp je waarom dit ook alleen maar een duwtje moet hebben. En je hoeft het helemaal niet af te schaffen, maar een duwtje moet helpen. Sprookjes, hè, die worden verteld, die deugen van geen kant. Moet je eens nagaan hoe sprookjes gaan. Sprookjes zijn vrouwvijandig. De vrouwen zijn altijd heksen of stiefmoeders of prinsesje. En dan staan ze op een voetstuk, mogen ze ook niet meedoen. De vreemdelingen zijn de boeven in sprookjes. Die deugen niet. Het geweld in sprookjes is gigantisch. Er worden koppen afgehakt, handen afgehakt, zwerven door de lucht. Dus dat gaat niet. Maar ze veranderen wel mee. En dat is met Zwarte Piet en met Sinterklaas is dat ook. Maar want als wij nu kijken... En nu komt dus mijn verhaal. Nu komt dus mijn echte verhaal. Dat was de inleiding. Nu komt het echte verhaal. Nou zie je dus, Sinterklaas en Zwarte Piet... dat is een legende die we nodig hebben. En die verandert ook. Want ik ben al zo oud dat ik dat heb meegemaakt. Eind jaren 40 kan je nagaan. Er was Sinterklaas, dat was een doodenger. Dat was een autoritaire, akelige kerel. En die stond er met zo'n boek onder zijn arm. En die kwam op school. En daar stond precies in wat je fout had gedaan. Die Piet, dat was ook een engert met een roe... En een zak. Nou, die roe was om je in elkaar te meppen. Die zak was emballage voor mee te nemen naar Spanje. Dat had niemand gezien, maar iedereen wist van ons dat dat gebeurde. Want je had een neef en die was het overkomen. 3 maanden niks van gehoord. Dus doodsbang waren wij allemaal. Ja. Wat is daar nu mee gebeurd naar in die halve eeuw? Moet je eens nagaan. Die Pieten die zijn de baas geworden. Die Pieten zijn de baas geworden. Dat zijn vaak leuke meisjes en die zijn slim jongen. Logistiek Piet. Sinterklaas wordt steeds meer debiel. Sinterklaas die heeft geen verstand van internet. Die kan niet goed paardrijden. Die moet je ook vasthouden. Over 25 jaar is Sinterklaas is echt iemand die een rolstoel wordt voorgereden. De Pieten lopen wild rond en dan komt er een actiegroep. En daar ben jij weer de baas van. Een actiegroep die zich ergert aan het feit dat witte bejaarden belachelijk gemaakt worden. En dat moet ik weer ophouden. Zo. Ik wil daar wel heel graag in haken. Ik wil heel even naar Henk. Henk Westbroek. Jij hebt je vorig jaar, toen ik samen met Paul Witteman het programma presenteerde... en jij te gast was en Quincy Gario ook te gast was... hebben we een soort debat ook gehad. Daar wilde je eigenlijk helemaal niet in mengen. Maar voor je het weet schoot je behoorlijk uit je slof en wond je ontzettend op daarover. Ik vind het altijd een beetje vervelend als mensen me al racist noemen... voordat de uitzending begint. Ja. En me geen handwensen te geven, omdat ik een liedje geschreven heb... Waar, samen met Henk, waar het woord Zwarte Piet in voorkomt. En dat is precies waarvan ik die prachtige woorden van meneer Van Pleijs ook geweldig vind... Sinterklaas is een heel onschuldig feest. En het is verworden, vind ik, door mensen die standpunten innemen. Kijk, je mag over alles discussiëren. Ik denk dat Sinterklaas is aardiger geworden, Zwarte Piet ook. Maar ik ben met de dood bedreigd. Anti-Zwarte Pieters, die moeten een schietpiet in dienst nemen... Om zichzelf te beschermen. Het is zo gepolariseerd. Nou ja, goed, maar... Nee, maar het is te krankzinnig. Iedereen loopt elkaar te bedreigen. Ja. En ik moet zeggen, dat vind ik geen leuke discussies. En dan houdt het bij mij op. Ja. En juist omdat het gaat gebeuren wat meneer net zegt. De dingen veranderen vanzelf. Maar mag ik er even één ding over zeggen? Want, even allemaal om de beurt. Tanja, begin jij maar. Nou, wat mij opviel toen wij die actie startten... was, ik heb bijvoorbeeld nergens nooit...
nooit en te nimmer iemand racist genoemd of zoiets. Ik vind ook niet dat als je Zwarte Piet leuk vindt, dat je dan een racist bent. Nou, er is ook niemand die voor mij spreekt, want dat kan ik heel goed zelf. Maar dat horen mensen wel voortdurend. Dat vind ik heel wonderlijk. Ik krijg heel veel reacties van mensen op Twitter en Facebook. Zeggen, ja, je zet ons neer als racist. En ik zet jou niet neer als racist. Als jij mij een tweet stuurt waarin je zegt dat alle zwarte mensen opgeknoopt moeten worden, ja, dan heb je dat voor jezelf zo ingevuld. Zolang je dat niet doet, is er dus niks aan. Ik heb al gezegd, van de discussie is gewoon echt te extreem geworden. Van beide kanten. En we hebben ook vorige keer, in de vorige uitzending, heb ik ook opgeroepen tot kalmte. En laten we alsjeblieft een dialoog aangaan. Gelukkig hebben we drie partijen bereid gevonden, die tegenstanders, die dat met ons willen doen. En dat gaat ook spoedig gebeuren. Mm-hmm. Ik denk nog steeds dat daar de oplossing ligt om hier uiteindelijk in een toekomst uit te komen. Ik denk als volwassen mensen, met alle respect, op het Malieveld gaan protesteren voor of tegen Zwarte Piet. Ja, dat vinden mijn kinderen vinden dat heel debiel. Nee. Die zijn heel slim. Komt, die waren er ook bij. Ik vind het wel niet zo'n probleem om die bagatelliseren. Nou ja, je gaat toch niet als volwassen man op het Malieveld staan? Kom op, man. Nee, op het Malieveld niet. Ik wou dat ik zoveel tijd had. We gaan wel op... Maar dat is, ja... Dat we moeten het probleem niet bagatelliseren. Want er leeft iets heel anders. Er zit iets anders onder waardoor de emoties oplopen. En ik denk dat het veel belangrijker is om te kijken, wat is dat dan precies? Waar doet het zo pijn? Aan beide kanten. En dat en daar met elkaar over onderhandelen. Ja, maar daar is in zekere zin is toch wel duidelijk wat dat is wat pijn doet. Ja, maar er zijn toch wel gestaafd op verkeerde denkbeelden, geweest die hebben gezegd, het doet mij pijn. Ja, maar die pijn die mensen ervaren, dat moeten we niet vergeten, wordt wel gebaseerd op een geschiedenis die niet helemaal volledig is. Het gaat volgens mij niet zozeer over de geschiedenis. Nee. Het is niet uit een koloniaal verleden. Op het moment dat ik geloof dat het de Albert Heijn of de HEMA was. Ik geloof dat ze dat overigens allebei op een bepaald moment hebben aangekondigd. We weren de Zwarte Piet. We doen dat niet. Ja. Op dat moment lees ik weliswaar op internet dan dat zwarte mensen worden uitgescholden in de Albert Heijn van, hé, je mag hier niet zijn. Ja, dat is vreselijk. Ja, maar dat komt omdat er veel mensen een associatie maken van Zwarte Piet en zwarte mensen zijn Zwarte Piet. Ja. Helaas, ja, ik vind bestaat dat, eerlijk, maar dat wil je, mag je niet afwimpelen op de traditie. Ik vind dat niet eerlijk. Mijn kleinzoon, daar was ik pas mee in een dierentuin en er werd iets van Sinterklaas opgenomen. En het kind is 3 en dus een Zwarte Piet die sprak hem aan en hij wil nu Zwarte Piet worden. En hij knuffelde alle Zwarte Pieten. En kinderen zijn kleurenblind, hè? Wij maken het probleem, hè? Mijn kind was 3 en komt op school en ziet een donker jongetje en zegt, jij vindt dat Zwarte Pieten een cliché beeld zijn. Het is niet echt. En Sinterklaas is een bisschop. Nou, als het nou één cliché van een bisschop is, dan is het Sinterklaas wel. En het is allemaal fictie. En het is een veranderende fictie. Het is een sprookje. Het is een en er zijn ondertussen blanke pieten. En er zijn groene pieten. En het kan allemaal. En dan hoef je helemaal niet druk over te maken. Okay. En we leven in een wereld waarbij hier iemand zit die voor de ebola opkomt. We kunnen tegenwoordig niet de pensioenen meer betalen. En 700.000 werkelozen. Ja, en elke avond zit elk discussiepogramma vol met Zwarte Piet. Ik wou graag een heel praktisch voorstel doen. Ja. Want je moet vaststellen dat er zijn veel mensen, veel zwarte mensen, gekleurde mensen, maar ook blanke mensen. Het lijkt altijd net alsof alleen die gekleurde mensen zijn, maar ook blanke mensen die zich ergeren. Hè, die ergeren zich. Dan komt er allemaal informatie los over waar die zwarte figuur vandaan komt. Ontzettend interessant op zichzelf. Heel boeiend. Uit voorchristelijke culturen, uit Mooren, enfin, noem maar op. Iedereen heeft er. Daar hebben die mensen die gekwetst zijn geen boodschap aan. Nee. Want wat doet het er nou toe? Zij zien gewoon iets zwart en daar ergeren zich aan. Nou, wat moet je nou doen? Je moet natuurlijk een beetje gaan schuiven. Je moet de mythe moet je dus een beetje duwen op dat moment. En dan moet je aanpassingen maken. Met die aanpassingen die soms heel ridicuul zijn. Van der Laan begon er vorig jaar mee. Was heel komisch. Zei van, niet 2 koperen oorbellen, 1 koperen oorbel. Dat waren belangrijke voorstellen. Maar hij deed toen iets heel belangrijks. Hij erkende dat er een punt was aan de andere kant. En dat is heel belangrijk als je zo'n punt gaat. En dan moet je dus gewoon aanpassingen maken. Speelse aanpassingen van Gouda is heel komisch. Anderen een beetje met twee gezus. Ik wil er toch op inhaken. Want het is waar. Ik ben het er ook mee eens. Ik ben er ook mee eens dat we een dialoog moeten gaan. Moeten vinden waar die pijn zit. We horen het wel, we moeten het ook goed vinden. Maar ik vind het heel belangrijk dat we in dialoog blijven gaan. En ik zeg ook niet dat we niet zullen veranderen. We zijn altijd al veranderd. En we zullen blijven veranderen. En als heel Nederland vindt dat die Piet blauw wordt, dan zal die ook blauw worden. Dat gaan we niet tegenhouden. Het moet vanaf onderuit de maatschappij komen. En in de tijd der geleidelijkheid. En niet opgedrongen door bijvoorbeeld een NTR of een
dat soort dingen. Want dat werkt niet. Nee, dat zeg niet dat het over één nacht ijs zal gaan. Ik wil zeggen, maar je had het net over je zoontje of iemand bij je op de kres. Mijn zoontje, ja. Want dat is het punt dat mensen altijd zeggen, ja, maar bij mij en mijn kinderen. En zo, maar dat bewijst natuurlijk helemaal niks. Dat mijn kind een andere ervaring heeft dan jouw kind, bewijst niks. Nee, dus het is een non-argument. Maar wat vinden jullie? Dat bewijst ook niks. Nou, wat we weten is dat de mensen gekwetst zijn. En daar gaat het toch om, dat je dat serieus... Wij hebben met kinderen te maken. En kinderen zijn gewoon met elkaar bikkelhard. Die zijn eerlijk. En wat ik al helemaal niet begrijp, want natuurlijk, het is allemaal erg dat iemand voor Zwarte Piet wordt uitgemaakt. Ik kom zo uit de Oosten. Hè. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik een vies boertje was en weet ik wel. Ja. Of een kaaskop. Maar op een gegeven moment moet je dingen accepteren. En dat waarom... je dat zo uitgescholden maar wordt. Maar vind je dat je dan maar moet accepteren dat je wordt uitgescholden? Ja. Dat is toch niet de samenleving niet die je accepteren wilt. Dat je wordt uitgescholden. Maar het is een land... Het bleek wel dat het zo moet blijven. Ja. Hè. Want als wij nu naar België gaan kijken, er zijn zoveel tradities in de wereld waar iemand zwart wordt gesminkt of geschilderd. Of wit. Ja. En op een gegeven moment hebben wij dus in België, daar hoor je helemaal niks over de hele situatie. Ja, maar goed, waarom gaan wij zo doen? Dat is in België, dat gaat dat al 20 jaar. Dat is gewoon een kwestie van tijd. Ja. Ja. Ik vind maar er ligt voor het onderwijs ook een tijd. Daar heb jij een mooi liedje over geschreven. Ja. Dat het in België is. Alles duurt, komt later. Ik wil nog even met één liedje van jou, van jullie samen. Jullie hebben dat schitterende liedje gemaakt, Sinterklaas, wie kent hem niet? Maar goed, daar komt dus nu eigenlijk een soort van opvolger op. Die hebben jullie net, jij zit slecht bij stem. Ja, ik heb wat last van mijn stem. We hebben zijn zangstem, hè? Zijn zangstem, ja. Zijn praatstem is helaas heel goed ontwikkeld. Ja. Maar we hebben het opgenomen. Het is te zien op internet. Maar ik wil even een klein fragment laten horen om even een beetje de sfeer van jullie lied te proeven. Want Sinterklaas wil met pensioen. Wie wordt de nieuwe Sinterklaas? 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 Komt die op tv? De beste kandidaat, dat is natuurlijk Zwarte Piet. Maar die is niet meer zo populair, dus die wordt het zeker niet. Sinterklaas wil onderhand wel met pensioen. Dan zegt hij net als iedereen gewoon zijn schoen. Maar niemand wil er bij hem in de lief. Dus komt hij ieder jaar zelfs toch maar weer. Goed, eigenlijk is die toekomst die jullie voor Sinterklaas schetsen ongeveer precies dezelfde als die Herman Pleijnen het schetst in het verhaal. Ja, maar die had ook zo gelijk. Toen ik een kleine jongen was, ik scheet 7 kleuren. Regenboog. Uiteraard. Want ik was zo bang voor Sinterklaas. En dan nam hij nog van die enge pieten mee. En dat is allemaal weg. Tegenwoordig zijn ze knuffelbaar. Laatste woord voor Nelleke. Nou, ik zit met interesse uiteraard te luisteren. En ik vind het heel goed en roerend dat we tegen racisme zijn, enzovoort, enzovoort. Maar wat me ook verbaast is dan, we zijn nu al een tijd bezig over hier in het kleine land, over die Zwarte Piet. Maar als diezelfde zwarte mensen in gammele lekke bootjes over een zee aankomen dobberen, omdat ze ook een menswaardig bestaan willen, dan zijn ze niet welkom. We willen ze niet ontvangen en we willen ze zeker niet in de straat hebben. Dus het is dan denk ik, ja, maar het zijn wel diezelfde donkere mensen. Nee. Dus er worden ze met allerlei maten gemeen. Dat wou ik even zeggen. Ja, maar in die zin... Maar het zijn geen Zwarte Pieten. Nee, maar het zijn wel donkere mensen ook. Maar dan willen we ze toch liever... Ze zitten wel op een boot, maar het zijn geen Zwarte Pieten. Ja. Ja. Genoeg hierover voor nu. Vast niet voor altijd. Dank jullie toch. Morgen is er weer een grote dag en overmorgen weer. Want het Sinterklaasjournaal gaat ook nog door. En ik voorspel je... Hè, ja, want dat gaat nog anders lopen, hè? Dat gaat heel anders lopen. Dat anders lopen. En dan komen we weer helemaal terug. Ja, dat moet jij als actrice ook weten. Het is natuurlijk niet zo dat... Er moet een clue in een soap zitten. Je ziet dat aankomen, maar ik vind het alleen zo jammer dat er een soort van stokerig gevoel onder zit. En dat is allemaal... Nee, dat kan niet meer, want ik zei al dat we af en toe... Zal ik weggaan?